autodelen en vastgoed zijn echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je kijkt naar een nieuw project, als er woningen moeten worden gebouwd of kantoor of winkels, dan is mobiliteit altijd een issue. En autodelen is dus een heel belangrijk onderdeel van een beslissing ook om nieuwe projecten te starten. Die ruimte waar je de auto laat, die wordt steeds schaarser. En daarnaast onze klantenvragen er ook om. En dan is de combinatie van autodelen en dan de elektrische autodelen twee keer. Dus 1 en 1 is 3. En aan de andere kant zie je dat de intensiteit van gebiedsontwikkeling steeds hoger gaat worden. Dus steeds meer woningen op een kleinere stuk grond. Dus dan moet je ook andere vormen van mobiliteit verzinnen. Wat je ziet in mijn werkgebied Rotterdam-Den Haag, heb je al 6, 8 initiatieven lopen. Wij werken er overdag en dan zijn de bewoners weg. En als wij naar huis gaan, dan komen zij ook thuis. En dat leent zich heel goed voor zo'n programma met autodelen. Wij gebruiken ze overdag en zij gebruiken de auto's 's avonds en in het weekend. Vorm brengt autodelen inmiddels al in de praktijk op een prachtig project in Amsterdam op Zeeburger Eiland. Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt een app en daarmee reserveer je de auto en dan kan je de auto mee openen en sluiten. En aan het eind van de maand krijg je als eindgebruiker een afrekening van hetgene wat je hebt gebruikt. De kopers van onze woningen hoeven niet altijd een eigen auto te hebben en wij kunnen daarin faciliteren. We zien nu met die enorme bouwopgave op het gebied van woningen met gemeentes dat infra en bereikbaarheid een steeds groter thema wordt. Wij kunnen door autodeelconcepten aan te bieden met de gemeente ook onderhandelen over een lagere parkeernorm. Dat betekent dat er ook meer woningen kunnen worden gebouwd omdat je bijvoorbeeld een minder laag parkeren nodig hebt. En als je het hebt over een garageplaats in Amsterdam, dan betaal je toch wel misschien wel €50.000 voor. Dus het is goedkoper voor de klant, maar je kan wel gebruik maken van de dienst mobiliteit op het moment dat de klant het wil. Voor ons als projectontwikkelaar zijn de voordelen dat we minder parkeerplaatsen hoeven te maken. En voor de gebruiker is dat hij een aantal auto's de hele dag ter beschikking heeft. En maar die voortdurend worden bijgehouden qua software, qua onderhoud. En die altijd klaarstaan voor gebruik. Dus dat is eigenlijk ideaal voor de mensen die in het complex wonen. De BMW i3, ik ben zelf BMW-rijder altijd geweest, is gewoon een heel mooie auto. Hij rijdt ook echt als een BMW. Ja, je moet er een keer aan beginnen. Er wordt heel veel over gesproken. Er zit ook gewoon proefondervindelijk vaststellen in het veld. En we vinden dit een goede ontwikkeling, doen we graag aan mee. Omdat wij zien dat wij projecten beter kunnen verkopen. Dat als we autodelen gaan inzetten, dat mensen meer geïnteresseerd zijn om een woning te huren of te kopen. Dus als ontwikkelaar zijn we daar erg blij mee en kijken we heel geïnteresseerd naar deze ontwikkelingen. En pakken we die ook op nu. Het is voor mensen heel belangrijk om te weten wat ze in zijn totaliteit per maand kwijt zijn aan hun woning. En dan kijken ze natuurlijk eerst als ze naar de huur, dan kijken ze naar gas en licht. Uiteindelijk komt er ook de kosten van parkeren bij, of een tramabonnement en de kosten van een auto. Maar kunnen ze door wat te besparen op de autokosten, kunnen ze toch een mooie woning betrekken. Je wil plezierig en gezond kunnen blijven wonen in de stad. En dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met CO2-uitstoot in de stad, want dat maakt de stad niet echt gezonder. De toekomst van autodelen is denk ik vooral het feit dat mensen gewoon altijd gebruik maken van mobiliteit. Dat mensen niet meer een auto bezitten en af en toe een deelauto pakken omdat ze het leuk vinden, maar gewoon geen auto meer hoeven te bezitten en toch altijd overal naartoe kunnen. Maar als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan maken ze in ieder geval veel langer gebruik van openbaar vervoer en middelen die ze samen met hun vrienden delen dan dat ik in het verleden deed.